Goedenavond iedereen. Welkom. Het is vandaag woensdag 2 februari 2022. En ik heet jullie van harte welkom bij dit programma Een Nieuwe 17e Eeuw. De continue constructie van een tijdperk. Van Academisch Cultureel Centrum Spui 25 in Amsterdam. We zijn blij om zoveel van jullie hier fysiek te mogen begroeten. Dus fysiek ook echt vanuit Spui 25. We hebben zojuist ook voor de mensen thuis via de livestream een technische hiccup gehad, waardoor we dus niet meer vanuit de aula van de Universiteit van Amsterdam dit programma uitzenden, maar vanuit Spui 25. Mocht u nu thuis onderweg zijn en dit nu op de fiets aan hebben, dan moet u dus bij Spui 25 zijn en niet bij de aula van de UvA. Maar we zijn ontzettend blij dat we dit programma alsnog kunnen doen. Mijn naam is Maurice Seleki en ik ben jullie moderator van vanavond. Dit programma wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het nieuwe boek De 17e Eeuw. Deze prachtige, schitterende vormgegeven uitgave van Leiden University Press onder redactie van Helmer Helmers, Geert Jansen en Judith Noorman. Dit is een vertaalde en herziene versie van de Cambridge Companion to the Dutch Golden Age uit 2018. En vanavond gaan we bespreken eigenlijk het centrale vraagstuk hoe het beeld van de 17e eeuw de afgelopen decennia is veranderd. En ook heel belangrijk, wat de 17e eeuw betekent voor voor het huidige tijdsgewricht, voor de 21ste eeuw. En voor de generaties die leven in de 21ste eeuw. Vanavond gaan we hierover in gesprek. En dat doen we met redacteuren van het boek, met auteurs die bijdrage hebben geleverd. En ook met een gastcolumnist die zijn reflecties deelt op deze materie. En we doen het ook met u, de mensen hier in de zaal. Maar misschien ook wel de mensen hier thuis die natuurlijk ook kunnen reageren. Want we hebben toch wel wat ruimte, of we hopen die ruimte te kunnen maken voor wat interactie. Dus met die aftrap willen we eigenlijk gewoon gaan beginnen met het programma. En dat doen we met een introductie door een van de redacteuren van het boek. Hij is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Een heel groot applaus voor Geert Jansen. Dankjewel, Maurice. Dames en heren, waarom nu alweer een boek over die 17e eeuw? Er is immers al van alles beschikbaar op dit terrein en ook nog eens heel veel van goede, hoge kwaliteit. Wie het grondig wil aanpakken kan, denk ik, nog steeds uitstekend terecht bij Jonathan Israel, The Dutch Republic. Ook natuurlijk verkrijgbaar, beschikbaar in het Nederlands. Maarten Prak, hier vanavond ook aanwezig, schreef een handzame, maar onvolprezen handboek over diezelfde Gouden Eeuw, dat recent ook nog in een nieuwe editie is verschenen. En dan hebben we ook nog beknopte overzichten van Leslie Price, het cultuurhistorische Prisma 1650 van Willem Vrijhof en Marijke Spies. En voor wie bijvoorbeeld meer wil weten over internationale relaties van Nederland in die 17e eeuw, bestaat sinds kort, of sinds enige tijd, The Dutch in the Early Modern World van David Onnekink en Gijs Rommelsen. Die laatste die ons verdrietig genoeg nog niet zo heel lang geleden is ontvallen. Voor een meer kunsthistorisch of literatuurhistorisch perspectief is de lijst al even rijk, van Mariette Westerman tot René van Stipriaan. En ondanks die grote rijkdom dachten Helmer Helmers en ik een aantal jaren geleden dat er wel degelijk ruimte en misschien wel behoefte was aan iets nieuws. En die behoefte die kwam in eerste instantie vooral voort uit de ervaring van onderwijs aan onze internationale studenten aan de Universiteit van Amsterdam. En we zochten kort gezegd naar een up-to-date, een beknopt handboek waarin de belangrijkste thema's en discussies over die Nederlandse 17e eeuw in korte beknopte hoofdstukjes aan studenten werd uitgelegd. En we wilden dat verhaal van die 17e eeuw ook graag vanuit een internationaal perspectief vertellen. En vooral ook de mondiale dimensie van dat verleden integreren in verschillende hoofdstukken. En dus niet in een apart deel of in een apart boek bespreken, zoals meestal in het verleden wel is gebeurd. Dat gold bijvoorbeeld voor de geschiedenis van de VOC, voor koloniale oorlogvoering, voor thema's als slavernij. We wilden die onderwerpen ook niet in een hoofdstukje apart bespreken, alsof je ze kunt loskoppelen van andere thema's uit die 17e eeuw, maar juist laten terugkeren, integreren in verschillende plekken in het boek, zodat de lezer ook zou begrijpen dat zaken als slavernij, als militaire repressie en geweld
een integraal onderdeel waren van die Nederlandse 17e-eeuwse samenleving. Tenslotte hadden we behoefte aan een boek dat ook meer zou ingaan op de oorsprong, de betekenis van het concept Gouden Eeuw. De term die immers vaak gebruikt wordt voor wordt geplakt op deze periode. De Cambridge Companions to Culture serie bleek een heel geschikt forum voor ons te zijn om het boek in onder te brengen. Hier hebben we de Engelse editie. En die serie die bepaalde uiteindelijk ook, denk ik, wat het boek wel, maar ook wat het niet kon zijn. Omdat het in eerste instantie vooral voor onderwijs aan internationale studenten daarvoor was bedoeld, had het bijvoorbeeld niet de ambitie om zelf een nieuwe onderzoeksagenda te formuleren. En het moest ook vooral een cultural history, een cultuurgeschiedenis zijn van die 17e eeuw. Want dat is het thema van de serie. Het is dus niet zozeer een companion to the Dutch Republic als zodanig. Die Cambridge Companion die in 2018 uitkwam, die sloeg blijkbaar zo aan dat Leiden University Press al heel snel besloot de vertaalrechten ervan te kopen en om een Nederlandse versie uit te brengen. En die Nederlandse versie die houden we hier vandaag enigszins vertraagd ten doop. En toch is dit boek niet hetzelfde boek als het boek uit 2018. En ik denk om drie redenen die ik heel kort zal toelichten. Om te beginnen betekent een andere taal ook een andere blik. Voor een Nederlandstalig lezerspubliek hoef je een aantal zaken waarschijnlijk niet uit te leggen. Wat is het Binnenhof bijvoorbeeld? Terwijl een aantal andere zaken juist om extra aandacht vragen. De afgelopen jaren is er in Nederland bijvoorbeeld veel gedebatteerd over het slavernijverleden. En we vonden het daarom na enig debat toch belangrijk hier een apart hoofdstuk aan te wijden, ondanks onze eerdere voornemens bij die Engelse editie. En dat vonden we ook belangrijk omdat er in die tussenjaren veel nieuw onderzoek naar juist dat thema was verricht. En Pepijn Brandon heeft dat geweldig gedaan en een heel krachtig een nieuw hoofdstuk aan het boek toegevoegd. Er was ook behoefte aan een nieuw extra hoofdstuk over beeldende kunsten, waarin bijvoorbeeld ook meer aandacht was voor vrouwelijke kunstenaars, voor genderverhoudingen op de 17e eeuwse kunstmarkt. En Judith Noorman heeft daar een prachtig hoofdstuk over voorgeschreven en ook dat is aan het boek toegevoegd. Ik denk in de tweede plaats is de zogenaamde LUP-editie, de Leiden University Press-editie, anders omdat dat Nederlandse boek ook een ander publiek wilde bereiken. Namelijk niet alleen maar studenten of beginnende onderzoekers, maar ook een breder geïnteresseerd Nederlands lezerspubliek. En dat betekende tot onze grote vreugde ook dat we veel meer ruimte kwam voor illustraties, voor een fraaiere opmaak ook. En het ziet er, al zeg ik het zelf, prachtig uit. Ook het binnenwerk van het boek is echt heel mooi geworden. Een derde aanpassing dan, en voor sommigen denk ik de meest in het oog springende, en voor een enkeling in dit publiek misschien ook wel de meest twijfelachtige, betreft de titel. The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age is kortweg de 17e eeuw geworden. Daar ging wat discussie met de verschillende auteurs aan vooraf. Maar ik denk dat uiteindelijk de doorslag gaf dat die term Gouden Eeuw, als, laat zeggen, uithangbord vanwege de maatschappelijke discussie daarover in Nederland de afgelopen jaren ook een andere betekenis of een andere connotatie heeft gekregen. En het was nooit de bedoeling van de redacteuren, niet in 2018 en ook niet in 2021, om met dit boek een politiek statement te maken. Voor de Nederlandse editie leek daarom de 17e eeuw op dit moment geschikter, kort en bondig bovendien. Tegelijkertijd willen we ook uitleggen, of beter gezegd blijven uitleggen, waar die term Gouden Eeuw vandaan komt, hoe dat begrip zich heeft ontwikkeld en ook hoe het ons beeld van die 17e eeuw heeft gevormd. De term Gouden Eeuw komt in dit boek dus wel degelijk verschillende malen in die context terug. En op die manier willen we ook laten zien dat die term eigenlijk altijd al omstreden is geweest, maar wel in verschillende periodes om verschillende redenen. Johan Huizinga wees zo'n 100 jaar geleden de term Gouden Eeuw wel al af, maar dat deed hij om andere redenen dan bijvoorbeeld sociaal-historici in de jaren 70 dat deden, toen Gouden Eeuw ook in de ban was. En zij hadden ook weer een andere agenda dan degene die anno 2022 liever van die term af willen
nu veel meer in het kader van denken over diversiteit, over inclusiviteit, over meerstemmigheid van dat verleden. En ik denk dat juist die verschuivende gevoeligheden, die term, in ieder geval in mijn ervaring, in zekere zin juist heel erg geschikt maakt, in ieder geval in academisch onderwijs. Het is een begrip waar studenten altijd meteen iets van vinden, waarover debat met elkaar ontstaat en dus ook helpt om die geschiedenis van die 17e eeuw en ons eigen zelfbeeld kritisch te bevragen en die geschiedenis denk ik ook een zekere actualiteit en relevantie kan geven. Gaat de ogenschijnlijk neutrale term 17e eeuw straks eenzelfde kritische, scherpe, onderzoekende houding aanmoedigen? We gaan het zien. Wellicht nog voer voor discussie straks in het panel ook. Tot slot waren al die aanpassingen die ik nu noemde niet gelukt zonder Judith Noorman. Zij schreef niet alleen het indrukwekkende nieuwe hoofdstuk waar ik zojuist aan refereerde, maar hielp ook de inleiding te herschrijven, zocht geschikte illustraties bij de Nederlandse editie. En Helmer en ik prijken weliswaar nog steeds op de omslag, maar wat ons betreft is dit toch wel de witte bijbel van Judith Noorman. Tot slot dank ik ook nog Frits van der Waar, die kundig en vaak met engelengeduld de Engelse editie voor ons naar het Nederlands heeft vertaald. En ook om die reden hoop ik dat de Nederlandse editie toch meer wordt dan alleen maar een fraai koffietafelboek, maar straks ook echt gelezen gaat worden. Dank u wel. Dank Geert Jansen voor deze fantastische introductie op de inhoud van vanavond. En dan is het een groot plezier om de volgende spreker aan te kondigen. Een historicus, maar ook een columnist, schrijver, misschien wel bekend van de zomercolumn in het Parool. Maar ook nu columnist bij Folia, het universiteitsweekblad van de Universiteit van Amsterdam. En een heel groot applaus voor Dan Afrifa. Goedenavond. Ik had gedacht mezelf te moeten introduceren, maar het hoeft niet meer. Dan ga ik maar gelijk beginnen, denk ik. Even kijken. Een column heet Daders. Afgelopen oktober ontving ik de drukproef van het boek dat we vanavond presenteren. Als eerst doorzocht ik de 500 PDF-pagina's op de trefwoorden Ghana, Goudkust en Elmina. Het Portugese slavenvoort in West-Afrika dat de WIC in 1637 veroverde. Mijn zoekresultaten leidden me naar het vierde hoofdstuk, het hoofdstuk over slavernij. En daarin gaat historicus Pepijn Brandon als eerst in op de daders. De daders van de transatlantische slavenhandel waren onder andere de WIC, de plantagehouders en de Nederlandse Republiek zelf. Ook lokale elites werkten al dan niet tegen hun zin mee. Zo'n rol vervulden de Ashanti-koningen ook. Ze heersten over het in mensen handelende Ashanti-rijk, dat geregeld zaken deed met de Nederlanders. De Ashanti zijn het Ghanese volk waartoe ik behoor. Een aantal jaar geleden bekeek ik een Surinaams journaalverslag over het bezoek van de huidige Ashanti-koning aan Suriname, ter ere van de onafhankelijkheidsviering in november 2018. Namens het volk van Suriname heet de toenmalig president Desi Bouterse de Ghanese majesteit welkom. De volgende ochtend legden de beide heren kransen bij het Kwaku-standbeeld in Suriname, in Paramaribo, het monument ter herdenking van de slavernijafschaffing. De koninklijke parasoldrager week geen moment van hun zijde. In kritische reacties spraken Afro-Surinamers hun verontwaardiging uit over dit vorstelijke onthaal. Waarom dragen wij deze man op handen, terwijl zijn voorouders de onze verkochten als werkhanden? Veel zal mijn Ashanti-koning hier niet van mee hebben gekregen. Volgens het journaal zei hij dat de Surinaamse verwelkoming aanvoelde alsof hij thuis was. Dat hij Suriname als een tweede moederland zag. 4 dagen na zijn aankomst vloog hij in een privéjet terug over de Atlantische Oceaan. Sinds 2019 stappen meer mensen van over de hele wereld op het vliegtuig naar Ghana. De Ghanese president riep dat jaar uit tot de Year of Return, om te herdenken dat 400 jaar eerder het eerste schip met tot slaaf gemaakte Afrikanen aanmeerde in de Brits-Amerikaanse kolonie Virginia. Er werden allerlei evenementen georganiseerd en Afro-Amerikanen werden aangemoedigd zich te vestigen in het mogelijke herkomstland van hun voorouders. Door de Year of Return ontdekte met name de Afrikaanse diaspora Ghana als vakantieland. Sindsdien zie ik ook veel Afro-Surinaamse Nederlanders een bezoek brengen aan het eerste moederland.
Op hun vakantiefilmpjes die ik op sociale media tegenkom, zie ik vaak dat zij een bezoek brengen aan het voormalige slavenfort Elmina. De Ghanese gidsen leiden ze dan door wat ooit een Nederlands hoofdkwartier was en vertellen over de Afrikanen die daar eeuwen geleden werden gebrandmerkt en uit puilende kerkers tussen de eigen uitwerpselen sliepen en tenslotte door het dorp No Return naar de slavenschepen moesten lopen. De toeristen in Fort Elmina krijgen ook een verhaal verteld over een Nederlandse gouverneur die de slaafgemaakte vrouwen bijeen liet drijven op het binnenplein. Staand bovenaan de trap zocht hij dan eentje uit om te verkrachten. In een opinieartikel uit 2019 betoogde een Leidse Afrika-deskundige dat dit een clichématig verhaal is, verzonnen voor een toeristenpubliek. Zo zou je nog bijna denken dat er niet genoeg waar gebeurde verhalen zijn over de slavernijdaders. Maar zijn dat de verhalen die nu verteld moeten worden? Pepijn Brandon schrijft dat de geschiedschrijving te vaak alleen oog heeft voor de handelingen en perspectieven van degene die van slavernij en slavenhandel profiteerden. Een van de aandachtspunten in zijn hoofdstuk zijn dan ook de slaafgemaakten zelf. Want volgens Brandon staan zij als slachtoffers in het hart van de slavernijgeschiedenis. Dit inspireert mij om kritischer naar mijn eigen schrijfwerk te kijken. Te beginnen met mijn titels. Dankjewel, Dan Afrifa. We gaan je in de gaten houden. En we hopen dat je snel weer terugkomt deze zomer in het Parool. Dan gaan we nu in gesprek met het panel over deze interessante materie. En dan gaan we het panel natuurlijk aan jullie introduceren. Het is een gezelschap van redacteuren en auteurs van het boek. Ten eerste introduceren we graag hoogleraar vroegmoderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, Judith Polman. Applaus. Welkom, Judith. En hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Maarten Brak. Applaus, dankjewel, Maarten. En universitair docent vroegmoderne kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Amsterdam Center for Studies in Early Modernity, Judith Norman. Met de eerste vraag. En dat is eigenlijk misschien even een korte reflectie, Judith, op de column van Dan. Ja, heel fijn om daar direct even echt op te mogen reflecteren. Ik wil het eigenlijk vooral even op me laten inzinken. Ik heb eigenlijk in het laatste moment, precies zoals Dan dat heeft gedaan, een aantal dingen snel zitten control F, zeg maar. Van staat dit erin, staat dat erin. En dan heb je direct sowieso weer van ja, over 10 jaar hebben we een nieuw boek. Dan is er gewoon weer een nieuw boek nodig. Want het is voortdurend in ontwikkeling. En daarom ben ik zo blij ook dat Dan er als nieuwe generatie historici goed kritisch naar kijkt. Ja, Maarten, jij bent 17e eeuw specialist. Hoe heb jij naar de column van Dan geluisterd? Wil ik een beetje opschuiven? Ja, want we vallen buiten beeld. Kom op, schoen dan. Nou, als het hele land nou een beetje meer naar links zou opschuiven, dan zouden we in een hele andere context zitten. Wat er voor mij vooral heel interessant is aan, is het actorperspectief waar hij op wijst. En wat ik ook mooi vond aan die column, is de dubbele bodem. Dus de historische actoren, maar ook wat betekent dat dan voor ons, degene die schrijven over die periode. Zoals verteld is, ik heb een boek geschreven over dit onderwerp, een klein 20 jaar geleden. Vorig jaar, 2 jaar geleden, een nieuwe editie uitgebracht. En ook al is er heel veel hetzelfde, er is ook echt heel veel veranderd in die 20 jaar. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij als historici, net als Dan deed, wij moeten een verhaal vertellen over het verleden. Dat betekent dat je dat is niet een willekeurig verhaal, wij vertellen verhalen gebaseerd op de bekende feiten. Maar dan nog maak je een verhaal dat ook blootstaat aan de invloeden van nu. En die interactie is heel interessant en... Ik ben dus bijvoorbeeld iemand die de term Gouden Eeuw nog wel gebruikt. Eigenlijk precies om de reden die Geert daarnet uit het boek heeft gedaan. Het prikkelt. Dat doet de 17e eeuw naar mijn smaak minder. Dat is Untitled nummer 6.
Daar kan je niks mee. Maar goed, daar gaan we dat misschien straks ook nog over hebben. Zeker, zeker. Judith Polman, ook aan jou even een korte reactie op de column van Dan. En daarna duiken we verder de 17e eeuw in. Op dat groene knopje. Ja. Oké. Toen ik ging studeren, en zeker op school, was de 17e eeuw een beetje slome bedoeling. De hele 17e eeuw kwam in mijn schoolopleiding eigenlijk niet of nauwelijks voor. Toen ik daar begon studeren en daar geïnteresseerd in raakte, deden we dat omdat we dat een beetje exotisch vonden. Dus iets wat zo anders was dan de wereld waar wij zelf in woonden. Dat je er op die manier eigenlijk naar kon kijken. Dus je ging gewoon tijd reizen. Het is alsof je door de wereld ging reizen, maar dan ging je tijd reizen. En ik zat te denken hoe ongelooflijk dat veranderd is. Dat het verhaal, de betrokkenheid bij allerlei verhalen over de 17e eeuw, oude verhalen en nieuwe verhalen, zo ongelooflijk gegroeid is. En dus ook van die 17e eeuw weer een strijdperk met emoties gemaakt heeft. Dat is wel heel fascinerend. Ja, nou en dat brengt ons dan eigenlijk misschien op het strijdperk wat inderdaad al een beetje is aangestipt. En dat is die strijd om de titel van dit boek. Want dat gaf Geert ook aan, er is discussie geweest. En Maarten, met alle respect, maar jij hebt die discussie niet gewonnen. Hoe is dat gegaan, Judith, de discussie? Kan je daar iets over vertellen? We hebben de mails van Maarten genegeerd. Dat is heel flauw. Nee, dit is in discussie gegaan, maar dat is ook zo mooi. Er kwam eigenlijk uit de discussie niet een eenduidig antwoord. Nee. Er kwam niet een, we houden hem, hij moet weg. En er kwam al helemaal geen alternatief. En dat is denk ik kenmerkend voor dit tijdsgevricht. Het is ontzettend in beweging. En juist daarom ben ik zelf heel blij met een title op number 9 of 7, dat zei je. Omdat het niet alleen een verbintenis is met de beeldende kunst, waar ik dan zelf me mee bezighoud. Maar ook omdat het een soort blank canvas is. Het is opnieuw een moment om te reflecteren, om te projecteren en ook om te luisteren naar nieuwe stemmen en nieuwe perspectieven. Ja, en dan zou je kunnen zeggen dat het debat rondom de term Gouden Eeuw natuurlijk eigenlijk het eerste laagje van vernis is. En daarachter zit nog een heleboel meer. En dat heleboel meer, laten we daar eens over hebben. Want wat is er nog meer veranderd? Want er wordt iets meer geschreven over de positie van vrouwen. Meer over mensen die niet rijk waren. Dus dat zijn nieuwe perspectieven. Maar wat hebben jullie nog meer eigenlijk moeten veranderen omdat er ook de samenleving omvroeg dat er meer moest veranderen? Snap je wat ik bedoel? Welke andere dingen zijn in de discours rondom de 17e eeuw de afgelopen tijd nog meer veranderd, behalve dan de terminologie over Gouden Eeuw? Nou ja, de lijst was misschien langer geweest als er ook meer onderzoek was gedaan. En we hebben veel onderzoek gedaan. Er is het feit dat het zo snel verandert dat je een boek kan hebben uit 2018... dat in 2021 echt zwaar geüpdate moet worden. Ja, dat maakt eigenlijk van onze aan elkaar gerelateerde vakgebieden een soort spannend veld. Dus die lijst had denk ik langer kunnen zijn. Maar je moet natuurlijk ook weer op nieuw onderzoek kunnen baseren. We kunnen zeggen, we doen het één niet meer. Maar wat doe je dan in plaats daarvan? Dus dat moet je wel goed onderzocht hebben, juist in een boek zoals dit. Dus volgens mij is de lijst niet heel veel langer dan dit, wat denken jullie? Maar ja, het is ook maar heel kort geleden dat vorige boek uitkwam. Ja, want als je iets langer terugkijkt, een van de dingen die echt in mijn ogen heel erg veranderd is, is ons perspectief op de hele militaire dimensie van de 17e eeuw. Want daardoor, kijk, eigenlijk alles wat we nu zeggen, dat wisten we al. Dat er slavernij was, dat is niet nieuw. Dat kan je ook in al die andere boeken lezen. Maar de plaats die dat onderwerp heeft gekregen, en dat geldt dus ook voor het militaire, is anders geworden. Is veel meer in het centrum van het verhaal komen te staan en aan elkaar verbonden geraakt. Dat is in mijn ogen heel belangrijk, dat we nu zien dat het gebruik van geweld, zowel tussen individuen als georganiseerd, zowel in Europa als buiten Europa, dat een echt structureel onderdeel is, dat midden in het verhaal zit en dat je
Dat de actoren zich daar ook zeer sterk van bewust waren. Dat dat, hoe belangrijk dat was. En wat mij in ieder geval ook sterk heeft beïnvloed, is dat je bij een aantal van die actoren ziet hoe wel bewust het wordt ingezet. Dus de biografie van Koen, die een paar jaar geleden verschenen is. Jan-Pieterszoon Koen. Precies, ja. Een enorm indrukwekkend boek. Juist omdat dat laat zien hoe wel overwogen hij en de mensen om hem heen geweld inzetten in Zuidoost-Azië. Ja. Judith, wil je daar iets aan toevoegen, Judith Bolman? Ja, ik zat te denken, ik heb in 1991, toen studeerde ik in Londen en toen mocht ik van het Historisch Nieuwsblad of de voorganger daarvan, werd ik op pad gestuurd om Jonathan Israel te interviewen. Ik was masterstudent en die zei toen iets wat ik nog nooit had gehoord. En die zei, je begrijpt toch wel dat de Republiek een agressieve superstaat was in de 17e eeuw. En dat stond al in zijn werk en dat stond ook in de Dutch Republic. Maar dat is niet het, laten we zeggen, de gouden eeuw die tussen 1995 en 2012 of zo min of meer onweersproken een heel interessant maatschappelijk leven is gaan leiden. En dat komt, denk ik, omdat we er in het midden van de jaren negentig eigenlijk eigenlijk twee nieuwe visies waren op die 17e eeuw. De eerste was die van Simon Schama, die was uit 1988. Die had voor het eerst de term Golden Age toegepast op de hele geschiedenis. Want het was eigenlijk een term die vooral door kunsthistorici gebruikt werd heel lang. Dus maar Schama had een nieuwe blik op de Nederlandse samenleving geworpen. Die ook heel veel met kunst te maken had. Dus die dacht, nou, die Golden Age, dat mag daar wel bij. En dat werd in Amsterdam, en dat was op dat moment een zeer verloederde stad met veel problemen, eigenlijk al heel snel opgepakt voor de city marketing. Dat was dus één kant waarin het. En het tweede is dat in het midden van de jaren negentig Jan de Vries en Ad van der Wouden samen een boek hebben gepubliceerd dat heette The First Modern Economy. Dat is de Dutch. En dat probeerde te laten, of dat betoogde, dat de Republiek in de 17e eeuw een zeer vooruitstrevende samenleving was geweest, die eigenlijk ook juist door allerlei andere karakteristieken, dus ook door zijn vreedzaamheid en door zijn tolerantie, maar vooral ook door goed manoeuvreren enzovoort, een bijzondere samenleving was geweest, op een andere manier bijzonder dan die van Schama, maar een samenleving waar je een soort moderniteit in de dop kon zien. En dat is toen heel snel opgepakt door politici, door VOC-mentaliteit. Nou, nee, niet eens, want dat was nog 10 jaar later. Nee, ja, interessant genoeg door Frits Bolkestein, toen leider van een regeringspartij. Die heeft toen in een debat met Jan de Vries, of in een gesprek met Jan de Vries, waarin voornamelijk Frits Bolkestein aan het woord was, uitgelegd aan Eduard Bomhoff dat er in welke 6 karakteristieken van de Gouden Eeuw er waren die als 2 druppels water leken op hoe je dat kon zien in het Nederland van nu. En zijn boodschap was eigenlijk, wij moeten weer worden zoals in die Gouden Eeuw, want we leven nu in een soort pruikentijd, een soort 18e eeuws verval zonder investeringen, zonder innovatie. Dat moet allemaal anders. Dat kon in de Gouden Eeuw door weinig regelgeving, veel globalisering. Er moesten ook meer migranten met kapitaal komen. Allerlei andere. Hij las ook dat boek wel met een hele erg interessante eigen blik. Maar je ziet daar eigenlijk dat hij dat oppakte als een soort boodschap voor, dit is de blauwdruk voor de nieuwe Nederlandse economie. En dat is volgens mij een enorm eigen leven gaan leiden. En daar hebben ook musea, wetenschappers, die hebben gedacht van, hiep hoi, er heeft iemand belangstelling voor ons. Dat is fijn. Laten we daar vooral op deze. En dat betekent dan dat als je ik heb nog eens teruggekeken naar de herdenking van
De VOC in 2002 bijvoorbeeld, dan zegt het comité... Wat moeten dan we 400 jaar naar de oprichtende VOC. 400 jaar VOC, zegt het comité dat dat organiseert. Die zeggen, daarin moeten wij niet alleen naar het verleden kijken... maar ook kijken naar de ondernemerswaarden die daar kunnen worden geleerd... en kunnen worden onderwezen en kunnen worden uitgedragen. Dus wat je dan eigenlijk ziet, is dat het economische succes van die VOC... een soort geïsoleerd geraakt is van de politieke en militaire werkelijkheid... die we, waarvan we natuurlijk eigenlijk al lang wisten en die Israël ook wel zag. Dus, en dat creëert dan natuurlijk een soort super geïdealiseerd beeld van de Gouden Eeuw... waarvan degene die de prijs betaalde van al, dat, he, van al die welvaart... op een gegeven moment natuurlijk wel eens een paar vragen over gingen stellen. Precies, en laten we daar dan ook even op inzoomen, want jullie hebben het echt geprobeerd... en dat geef je ook echt duidelijk aan om een kaleidoscopisch overzicht te creëren van die 17e eeuw... met juist ook meer aandacht voor die andere kant. Hè? Dus naast dus het exceptionalisme op het gebied van kunst en het ondernemerschap... en de politiek en ook het militaire aspect... zijn er natuurlijk nog heel veel andere aspecten. Onderbelicht aspecten die jullie wat meer voor het voetlicht willen brengen. Hoe zijn jullie te werk gegaan, Judith, om het inclusiever te maken in die zin? Dus op verschillende manieren. We hebben hoofdstukken toegevoegd, maar is het al eventjes... daar heeft Geert natuurlijk net al over gesproken. We hebben ook heel kritisch gekeken naar het letterlijke beeld van de 17e eeuw. Want als je door zo'n boek koopt, en je koopt het als koffietafelboek... en je leest er niet in, dan zou je bij de meeste van die boeken over de 17e eeuw... denken dat het allemaal pracht en praal was. Want wat een mooie schilderijen en wat een geweldige gebouwen. En dat is overgeleverd. En dan krijg je direct al een soort een beeld dat alleen maar over de 1% kan gaan. Want die kon zich die kunst en die gebouwen veroorloven. Dus we hebben ook geprobeerd samen met alle auteurs... om als we dan toch een rijker geïllustreerd boek gingen maken... dat we dat niet alleen gingen doen met dikke, dure Rembrandts. En daarom hebben we dus ook voor een ander beeld op de omslag gekozen. Dus dat is een kraag van linnen batist... die niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen werd gedragen. En voor ons in dit boek gaat het ook niet alleen over degene die hem droeg... maar ook over de mensen die zulke kragen maakten, fabriceerden... en de waster die hem bijvoorbeeld voortdurend moest bleken... om hem zo mooi wit te laten lijken. Dus het zit ook in die afbeelding, in het letterlijke beeld van de 17e eeuw. Ja. En was het moeilijk om beelden te vinden... Wat het meeste van de beelden die zijn, is ooit besteld door de rich and famous, om het even zo te zeggen. Ja. Die daar zelf dan ook op stonden. Maar was het moeilijk om dan toch nog alternatief beeld te vinden? Dat is en dat blijft heel moeilijk. Je kan iets doen met kaarten, maar natuurlijk wil je het liefste ook de gezichten erbij hebben. En wil je, maar ja, dan rek je gewoon je concept op van wat een afbeelding kan zijn. En dat is denk ik alleen maar goed. Dat is diverser en rijker. Ja. Maarten, het is natuurlijk altijd heel interessant om te weten of mensen in een tijdsgevricht zichzelf ook bewust zijn van het feit dat ze in dat tijdsgevricht leven. En natuurlijk staat daar, jullie hebben daar best wel veel aandacht aan besteed, maar de mensen hier hebben het boek natuurlijk nog niet gelezen. Kun jij er wat meer over vertellen? Wisten of ervaarden mensen zelf in de 17e eeuw ook dat het misschien wel een gouden eeuw was? Ja, althans sommige mensen die hebben dat zeker zo benoemd ook. Alweer zijn dat uitingen die je eerder van de geschoolde en maatschappelijke bovenlaag afkomstig zijn. Maar die waren behoorlijk tevreden met zichzelf. Maar veel andere mensen stemden met hun voeten. En daar kan je ook iets uit afleiden. Er is dus een enorme magneet, met name West-Nederland, voor migranten. En die mensen die hebben een reden om daarheen te komen. Namelijk dat zij tenminste verwachten, en nou ja, uit onderzoek blijkt ook dat die verwachting niet helemaal misplaatst was, dat ze het er beter zouden krijgen. We weten ook dat buitenlanders, heel veel andere Europese landen, en met name de Engelsen, naar de Republiek keken en dachten, wat is daar aan de hand? Kunnen wij dat imiteren? Wat moet je doen om dat ook te krijgen? Ja, uiteindelijk hebben ze een deel van de winkel overgenomen in feite en het op die manier voor elkaar gekregen. En dat is ook wel interessant, want het is bijna letterlijk een deel van de winkel, omdat ze natuurlijk die koning stadhouder op een gegeven moment hadden. Dus dat was onze stadhouder Willem III die daar koning werd. Ja. Heeft dat eigenlijk ook nog echt een... Want precies in diezelfde tijd is Nederland ook zijn positie verloren aan Engeland. Heeft dat daar ook iets mee te maken, dat daar ook eenzelfde staatshoofd was?
Nu begint Judith heel meewarig te kijken, want die denkt, nou, hij begeeft toch. Nou, kijk, dat heeft niet zoveel te maken, is mijn versie van het verhaal, met het feit dat daar een personele unie was. Het heeft vooral te maken met het feit dat de Engelsen, zeg maar, door de komst van Willem III... politiek iets konden organiseren wat ze onder de voorgangers niet lukte. Namelijk om het parlement een rol te geven die vergelijkbaar was, niet identiek, maar vergelijkbaar met de Staten-Generaal in de Republiek. Willem die kende dat spelletje en die wist dat door samen te werken met zo'n volksvertegenwoordiging, met heel veel aanhalingstekens, dat hij vooruit kon komen in een richting die hij belangrijk vond. En dat heeft wel de Engelsen, er is een enorm debat over wat die Glorious Revolution voorstelde, maar ik denk dat we er niet omheen kunnen om vast te stellen dat er dan wat verandert in de verhouding tussen de Republiek en Engeland, maar ook ja, in de versnelling die de Engelse economie, de Engelse rol op het internationale toneel voorstelt. En ja, er is meer aan de hand dan alleen de komst van Willem III, maar het is wel een heel belangrijk scharnierpunt, zou ik zeggen. Nou ja, en een scharnierpunt is misschien ook een markeringspunt. Want zeg maar, zo'n eeuw wordt natuurlijk opgevolgd door een andere eeuw. En dat is dan die bruiktijd, die 18e eeuw, waar Judith Poelman net over begon. Omdat Bolkestein dat ook aanhaalde. Was die 18e eeuw voor Nederland zoveel, ja, was het zoveel slechter eigenlijk dan die 17e eeuw? Nou, daar weten we dus echt bijna niks van af. Want zit daar niet een boek in? Nee, maar serieus, ja, daar zitten wel misschien wel meer dan ik. Daar zinnen wij op natuurlijk. Het grote zwarte gat in de Nederlandse geschiedenis is de periode tussen 1688 of 72 en 1750. Dus voor de periode na 1750 is wel van alles gedaan. En het, ja, de term verval, dat betekent natuurlijk eigenlijk niks, want dat wisten zij veel. Dus dat moet helemaal anders. En daar hebben we natuurlijk allemaal zin in. Om dat te gaan doen. Nou, horen jullie dat ook de jongere generatie? Hier zitten de nieuwe bestsellers. Dus dat tijdsgevricht, professor Poelman heeft net aangegeven. Daar kun je een boek over schrijven. Maar interessant. Dus dat is eigenlijk een groot zwart gat. En dat wordt dan later, Maarten Brak? Ik ben gepromoveerd tot de 18e eeuw. Jij hebt ongeveer, maar je bent dus ook wel. Maar in het grote verhaal over wat moeten we nou eigenlijk met die 18e eeuw, dan moet jij toch echt een opvolger gaan schrijven van je andere boek. Ja, nou, zie ik niet gaan. Maar nou, dan is het aan de jeugd, toch? Er komt nu een boek aan over Nederland en het vroeg kapitalisme, wat ik met Jan Uiter van Zanden heb geschreven. Een soort bewerking van ons boek over het poldermodel. En daarin proberen we wel dit gat in ieder geval een beetje dicht te vinden. Okay. Ja. Maar ik denk dat het daar toch, dat er daar, nou ja, daar is nog veel werk aan. Zeker. Komt ook later dit jaar nog een boek uit over hoe eigenlijk de schilderijen uit de 17e eeuw in de 18e eeuw verkocht worden. Dat laat ook weer eigenlijk een heel nieuw beeld zien. Want dan denk je, oké, dan gaan we daar de Rembrandts, de Frans Halsen, de Jan Steenen en zo in tegenkomen. Ja. En dan zie je dus dat hele andere schilders het veel beter deden in de 18e eeuw. En zo zie je maar dat het beeld voortdurend verandert. Maar meer is altijd beter, dus nog een boek. We blijven even bij dit boek. We blijven bij dit boek en de 17e eeuw. En dan trekken we ook nog heel even het verband met de huidige tijd. Want die 17e eeuw, we raken er maar niet over uitgepraat. We raken er niet over uitgeschreven ook. Maar hoe werkt het nou eigenlijk door? Je noemt net een poldermodel. Zijn er echt concrete voorbeelden? Probeer het zo concreet mogelijk te maken van zaken die we nu hebben. Dankzij of door of de gouden. De 17e eeuw. Ja. Judith Norman, we beginnen bij jou. Je mag bij me terugkomen. Okay. Goed. Maarten Brak, we gaan even naar jou. Nou, ontzettend veel. Kijk, om te beginnen, de plaats van Nederland in de wereld, die voor een kleine, middelgrote natie heel prominent is, cultureel, economisch, maar ook omdat vanwege die hele koloniale geschiedenis natuurlijk allerlei delen van de wereld verbonden zijn met de Nederlandse geschiedenis. Ja, dat hebben we allemaal nog achter ons aan. Een enorme literatuur die het gevolg is van die koloniale geschiedenis. Heel veel de Nederlandse welvaart is sterk te herleiden. De prominente rol van de Nederlandse landbouw in de wereldeconomie. Nou, en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Echt heel veel van wat Nederland nu kenmerkt
daar kan je de wortels van terugvinden in de 17e eeuw. Judith, jij gaf aan dat in jouw jeugd de 17e eeuw een soort exotisch tijdperk was. Ben jij het met Maarten Prak eens of heb jij een andere ervaring? Ik ben het wel met hem eens en ik denk dat ook... dat je het ook politiek in Nederland... want een van de andere erfenissen is dat wij leven met de Randstad en de rest. Ja. En je kunt nog steeds zien dat er het meest... dat ze in de gebieden van de Republiek... waar geen burgers wonen, maar onderdanen... de mensen die vanuit Den Haag werden geregeerd... omdat ze geen zetel in de Staten-Generaal hadden. Dus dat was iedereen in zeg maar, het huidige Brabant en Limburg en Twente. Die gebieden zijn eeuwig ook op een soort afstand gebleven tot Den Haag. We voelen dat ook vaak nog heel erg. Ik krijg ook heel regelmatig... mails en soms wel telefoontjes van mensen... die denken dat er een soort communicerende vaten zijn... dat als we nou meer gaan doen aan slavernij... dat we dan helemaal Friesland en Limburg gaan vergeten. Dat lijkt mij nou juist niet goed, maar ik denk dat dat eigenlijk op wijst... dat je veel meer zou moeten kijken, ook politiek gezien... naar die erfenis, naar die republiek moet kijken... als een belangengemeenschap van een handelselite... die heel goed in staat was om heel effectief oorlog te voeren... en heel veel geld te verdienen voor de mensen die iets te vertellen hadden. Maar dat ook binnen het gebied van de republiek er onderdanen waren. Dus die vrijheid was nooit een grondrecht, was altijd een privilege... wat voor sommige mensen bedoeld was en niet voor anderen. Dat was de aanname. En de erfenissen daarvan, die zien we gewoon om ons heen in de koloniale erfenissen... maar ook in erfenissen binnen Nederland. De pijn. Dat is de pijn. Ja. De pijn. Ja. Dat is denk ik een hele goeie. Ja. Ja. En ik net direct denken aan de tolerantie waarvan dan vaak wordt gezegd... De Nederlandse tolerantie die komt dan uit zo'n moment... waarop je eigenlijk iedereen moet omarmen... vanwege al die immigratie en die welvaart... Maar dat vind ik nou juist zo moeilijk, juist in dit tijdsgevricht. Dus ik vind het soms ook lastig om te zeggen... het gaat per se alleen op die 17e eeuw terug... en niet op nog iets wat daarvoor of eigenlijk daartussendoor is gekomen. En datzelfde geldt een beetje voor... gezegd is op basis van Jan Steen... en over het huishouden dat zo proper was en wat nu nog steeds zo is... en over Nederlandse vrouwen die eigenlijk toch erg bazig waren... en niet zo erg mooi. En ik denk, ja, soms hoor je daar ook nog stukjes van terug. En juist op die kleine, alledaagse manieren... denk ik dat het soms de 17e eeuw heel herkenbaar is. En tegelijkertijd, als je beseft dat er zoveel mensen waren... zonder enige rechten, dan is die afstand plotseling weer enorm... Ja, we gaan proberen om de afstand in ieder geval in dit gezelschap te verkleinen... door heel even te kijken in de zaal of er nog vragen zijn of opmerkingen van mensen. Ik zie daar een vraag. Ja. Ik had geen vraag. Ik was even geïnteresseerd of dat gebrek aan aandacht voor zeg maar inderdaad de wingewesten binnen Nederland, buiten de Republiek, of dat ook in het boek zit. Als ik het zo snel scroll, dan is dat volgens mij niet het geval. Dus dat is mijn eerste vraag en dan heb ik nog een tweede. Maar. Is dat zo? Ja. Is de indruk, klopt dat? Oké. Okay. Ik denk we gaan de redacteuren niet in verlegenheid brengen. Ik denk dat daar best wat voor te zeggen is voor die stand. Ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat van de Nederlanders in de 17e eeuw... het overgrote deel woonde in wat nu de Randstad heet. Dus dat je kan zeggen van ja, er moet heel veel aandacht besteed worden aan, ik noem maar, Drenthe... Maar er woonde bijna niemand in Drenthe. Dus als je het hebt over aandacht voor de 17e eeuwers... dan denk ik dat er toch veel te zeggen is voor die concentratie. Maar ik vind het een heel terecht punt. En ik denk dat er een goed boek te verschrijven... zit ik nu te bedenken terwijl we hier zitten... over de pijn van de 17e eeuw. En hebben we het over dezelfde windgewesten? Ja, dit gaat over Brabant. Brabant en Limburg. Ja, waren in feite windgewesten. Ja. Zo moet je het zien. Ja. Nee, dat is waar. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien mensen thuis denken dat het ging over de kolonie of zo. Maar we hebben het echt over de Nederlandse provinciën, zeg maar, die minder prominent waren. Dat is eigenlijk...
Geen provincie. Geen provincies, dat is het hem juist. Dus, nee, maar dat is wel een essentieel punt. Want dat gaat dus ook wel een beetje over dat wat misschien niet in het boek zit, is een erg politiek hoofdstuk. Dus zeg maar over politiek in die zin, over die lange termijn politieke erfenissen. En de straat gaat van alle voortdurend ook over politiek. Maar je zou kunnen zeggen dat het politieke. Die dimensies van dat het zo georganiseerd is en wat daar de lange consequenties van zijn, ook binnen Nederland. En ook daar, dat je daardoor ook een beetje dat dubbele beeld krijgt. Want 17e-eeuwers zijn, een heleboel 17e-eeuwers die wel in die zeven gewesten wonen, die zijn er ontzettend trots op dat ze vrij zijn. Dat ze een vrij land hebben, die vrijheidsretoriek, die golft overal doorheen. Dus, maar ze vinden helemaal niet dat betekent dat iedereen vrij moet zijn. En dat is natuurlijk de denkfout die je dan vaak maakt. Toen Jonathan Israel, die raakte totaal gefascineerd door vrijheidshoeden, omdat hij heel goed zag dat uiteindelijk natuurlijk allemaal terecht kwam in roep om volkssoevereiniteit en dat soort dingen. Maar zo hadden ze het in de 17e eeuw nog niet bedacht. Om mijn eigen werk ook even afbreuk te doen. Er ontbreekt ook een hoofdstuk over recht. Dat zit er ook niet, ook niet goed in. En als je het hebt over mensen die niet vertegenwoordigd zijn, die niet besproken worden in de geschiedenis, dan moet je beginnen bij recht. En dat geldt ook voor vrouwen. Midwolde staat er wel in. Daar ben ik dan wel weer blij mee. Een mooi grafmonument in de Ommelanden. De nadruk ligt op de stedelijke gebieden. Ja. Zijn er nog meer vragen? Zie je daar achterin nog een mevrouw? Heel toevallig lees ik vanmiddag, en ik heb dus niet goed opgelet waar ik het gelezen heb, maar dat weten jullie vast wel, dat er in Amsterdam een keur uitgegeven was in 1640... in de stad Amsterdam, dat er verklaard werd dat er in Amsterdam wel degelijk vrijheid was, dat slavernij daar niet bestond en dat iedereen de keuze had om wel of niet slaaf te zijn of te blijven, zoiets. Nou, ik bedoel, ik had het. Slavernij bestaat niet in Amsterdam, dat staat in de keur. Ja. Maar hoe kan het dan met wat jullie net allemaal zeggen? Dat klopt dat toch niet? Nou, op het grondgebied van de Republiek, nee. Ja, klopt. Ja. Was het in het algemeen zo, dat is geloof ik al in Antwerpen bedacht, in de 16e eeuw, dat daar mensen die slaafgemaakt waren elders, niet slaaf zouden zijn zodra zij hier waren. Maar dat betekent natuurlijk, in dezelfde stad die zei, niemand is hier slaaf, woonden natuurlijk wel mensen die het geen probleem vinden om elders op de wereld slaafgemaakte mensen te bezitten. En dus je kunt, maar dat is voor ons heel moeilijk te begrijpen, omdat wij denken in termen van grondrechten. Dus we denken, ja, als je tegen slavernij bent, dan ben je natuurlijk tegen alle slavernij, dus bij jezelf, maar ook elders. Maar nee, het is een voorrecht van Amsterdammer te zijn dat je in een stad woont waar niemand slaaf is. Maar dat betekent niet dat in Elmina ook zo hoeft te zijn. Kijk. Dat is heel raar. En dat betekent ook niet dat iedereen dezelfde rechten had. Dat was ook weer van alles afhankelijk. Nee. En dat betekent ook niet dat als jij onderdeel was van een huishouden waar jij, zoals Geert het mooi noemt, onvrijwillig naartoe geïmigreerd was, dat je andere opties had. Dat je weg kon. Dat je geld had, middelen had, een netwerk had, kennis had om een ander leven voor jezelf op te bouwen. Dus er zit ook nog wel wat praktische. Er zijn een aantal hele interessante processen gevoerd van slaafgemaakte mensen die bijvoorbeeld als verstekeling naar Nederland waren gekomen en hier probeerden om hun vrijheid te claimen. En die zijn in sommige gevallen in Amsterdam hebben ze hun zaak gewonnen. Maar dan werden ze in hoger beroep voor het Hof van Holland toch in het ongelijk gesteld. Dus Tim van Polane die heeft daar een prachtige scriptieonderzoek naar gedaan. Dat is kort geleden ook gepubliceerd. Dus je ziet dat er zat een soort spanning op. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Misschien is een boek over recht nog wel belangrijker dan een boek over politiek. Maarten Prak, wilde jij ook nog reageren op deze vraag? Nou, eigenlijk om te zeggen dat ook in natuurlijk de huidige tijd, er allerlei mensen zijn die zijn tegen corruptie, maar in allerlei omstandigheden doen ze er toch aan mee. En nou ja, dat soort redeneringen waren in de 17e eeuw schering en inslag. Dus er zijn ontzettend veel mensen die, nou ontzettend veel, maar er zijn toch meerdere bronnen waarin
mensen zich afvragen, hoe kan dit allemaal? En mag dit eigenlijk allemaal wel? En dan na veel handen wringen tot de conclusie komen dat met alle die mitsen en maren het toch wel oké is om dat te doen. Maar niet hier in de Republiek. En om even hierop aan te sluiten, waren mensen zeg maar in Nederland eigenlijk Jan met de korte achternaam, zeg maar, Jan Steen, waren die op de hoogte van wat er eigenlijk allemaal gebeurde, bijvoorbeeld in de koloniën? Ik denk dat er goede redenen zijn om te denken dat veel mensen zich daarvan bewust waren. Ja, dat denk ik ook. In de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum hing bij het portret van Opium, Coppet. Wist zij het allemaal wel dat haar beide echtgenoten geld hadden verdiend via de suikerhandel? En toen dacht ik, waarom staat het bij een vrouw? Waarom zou zij het niet weten? Ik denk dat iedereen het wist toen. Ik denk alleen dat je er niet per se wat van vond. Mensen. Of er misschien op een andere manier over nadacht dan nu. Ik denk, mensen vonden slavernij wel afschuwelijk. Want als je als zeeman gevangen werd genomen en in Noord-Afrika terechtkwam, ja, er waren fondsen voor om die mensen vrij te kopen. En iedereen ging luisteren naar dominees die het hadden over hoe vreselijk het was om slaven in Egypte te zijn. Dus het is heus niet dat mensen dachten dat slavernij leuk was of zoiets. Maar er zijn gewoon verschillen tussen mensen. Dat is nou eenmaal zo. En die waren er in de hele samenleving, inderdaad, precies zoals Judith zegt. Dan is het dus het voorrecht dat jij hebt als vrije burger van Amsterdam om niet in de positie te zijn dat je in slavernij leeft. Ja. We gaan nog weer even terug naar de zaal in. Zijn er nog wat meer vragen? Dankjewel. Even terug naar de term Gouden Eeuw. Ik vond het heel interessant, Judith Polman, wat jij zo net zei daarover, die enorme politieke belangstelling ineens in het begin van de 21ste eeuw. Dat valt precies samen met de oprichting van het Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw hier in Amsterdam. Die is in 2001 opgericht. Henk van Nierop werd daar de baas van. Ik kwam er ook direct bij als nieuwe hoogleraar hier in Amsterdam voor kunstgeschiedenis. En wij deden allebei wat lacherig over die term Gouden Eeuw, want wij geneerden we ons dood voor, want wij hadden gestudeerd in de jaren 60. En voor ons had het inderdaad om een andere reden, vooral dat het een heel nationalistische klank voor ons had. Maar ik vind het heel boeiend dat je dit zegt, want het was het college van bestuur, dus in 2001, dat ineens een smak geld gaf, waar wij versteld van stonden, om die Gouden Eeuw studie, het Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw, te beginnen. Dus dat was ook van hoger hand. Om politieke reden werd ineens dat begrip Gouden Eeuw en een heel studiecentrum gestimuleerd, wat wij natuurlijk met beide handen hebben aangepakt, van kunnen we onderzoek doen. Maar ik had me niet zo gerealiseerd wat je nu vanuit dit perspectief zegt, dat het een algemeen politieke moment was. Ik heb een beetje krantenonderzoek gedaan. Ik kwam dus tegen het feestelijke artikel in het Parool bij de opening van het Centrum voor de Gouden Eeuw. En dat gaat inderdaad, Jan Karel Gevers, die was trouwens al wel gestorven, die had dat verzonnen. Wat moesten we doen om de universiteit in de vaart der volkeren op te sturen? Dat was dit. En dan is Lodewijk Wagenaar, wordt daar geciteerd. Die zegt, het is toch geweldig, een cadeautje. Die Amsterdamse binnenstad, je hoeft er alleen maar een strik om te doen. Geweldige publiciteit. Dus het, zeg maar, de behoefte om ook voor Amsterdam iets te doen, om die stad weer een soort, die was heel groot. En dat artikel in het Parool, die zegt, we zijn nu in de derde Gouden Eeuw, de Zuidas. Echt, het ronkt werkelijk op een manier waarvan je nu denkt, dat is een soort onbegrijpelijk. Maar ook dat alle woordvoerders van de universiteit en zo ook zeiden, dat leek ons een handig marketingidee. Dat is ook wel heel schattig. Dat was het ook. Wij waren in Utrecht behoorlijk jaloers erop. Precies, kan ik je wel vertellen. Ja, ja.
Maar nu zouden ze een bureau inhuren om te doen alsof dat allemaal niet zo is. En dat deed ze toen nog niet. Dus dat is ook wel weer aandoenlijk. Maar ja, zo, dus die politieke dimensie, die zag ik zelf eigenlijk ook. Ik wilde eigenlijk dat stuk. Tom van der Molen heeft dat stuk gemaakt voor het Amsterdamse Historisch Museum over de term Gouden Eeuw. En die heeft gesignaleerd dat dat een betrekkelijk recent ding was. En ik ben een poosje geleden in een andere context gaan kijken naar wanneer dat dan precies was, via die prachtige krantensites. En dan kun je het eigenlijk best heel goed volgen. Maar zou dan ook eigenlijk de hele, ja, laten we zeggen, de opkomst, waar ook heel veel kritiek op is natuurlijk, van Amsterdam in de afgelopen jaren eigenlijk, hè, het exploderen in Amsterdam, waar ook ongelijkheid is tussen verschillende groepen en waar bijna niemand meer kan wonen. Heeft dat dan eigenlijk ook nog gewoon te maken met de Gouden Eeuw als een soort deze city marketing link? Zeker. Dat zou toch wel heel interessant zijn. Wel, ja. Die correlatie echt gelegd geworden. En je ziet ook niet gelijk dat het allemaal tegelijk kantelt, is natuurlijk niet zo gek. Het is eigenlijk gaan kantelen in de crisis van 2008, 19, whatever. Toen dan heb je een heleboel dimensies tegelijk en groot kritiek, Zwarte Piet protesten. Grotere aandacht voor ongelijkheid, het einde van de neoliberale zelftevredenheid en enthousiasme. En, ja, het einde van het enthousiasme over Amsterdam als toeristenstad. En die dingen hebben natuurlijk toch alles met elkaar te maken. Ja, moeilijk. Nou, goed, en andere historici mogen dat voor ons uitzoeken hoe dat zat. Het is één groot holistisch systeem. We gaan nog een vraag in de zaal. Ja, dankjewel. Ik had ook nog een vraag over de nieuwe mooie titel, maar met name over de mooie ondertitel. En ik vroeg me af, is dat de continue constructie van een tijdperk of van een eeuw? Wat, ik weet het. Volgens mij hebben wij, het boek heeft geen ondertitel. Ja, dat is een ondertitel van het programma. Deze avond. Ja, deze avond. Ja. Nou, dan inderdaad, mijn vraag is, zou dat niet een passende ondertitel zijn? Ja. Omdat ik me afvroeg of in de discussie of het daar ook over ging dat je als je alleen maar 17e eeuw gebruikt, dat je dan een soort feitelijkheid suggereert, een soort neutraliteit. En ik vroeg me af, in de 17e eeuw zelf, kennelijk werd er zelf in termen van Gouden Eeuw naar hun eigen tijdperk soms refereerd, maar werd in die tijd eigenlijk ook al zo in periodieken gepraat, zoals wij dat als moderne historici doen? Ja. Gingen zij zeggen, wij zijn 17e eeuw en in de 16e eeuw, dat was een andere eeuw? Nou, wat wel mooi is dat in 1718 Arnold Houbraken een boek publiceert en daarin schrijft hij onder andere, blikt hij terug op de 17e eeuw. En dan noemt hij het ook een Gouden Eeuw. Hij heeft het dan specifiek over de kunsten en hij zegt dan dat kunstenaars het zo makkelijk afging. De kunst droop hen als gouden appelen in de mond. En nu moet men maar zwoegen en hard werken in die 18e eeuw. Dus daar zit wel degelijk een soort verschuiving van tijd in. Maar natuurlijk is er niemand die 1600 tot 1700 ervaart als een eenheid. Nee, het is een neutraal begrip. Wat vervolgens, denk ik, als een soort, ik noem het steeds maar, kaleidoscoop de boel ontvouwt. Maar die neutraliteit, dat is toch echt onze moderne neutraliteit. Zeg maar dat. Ik vind in die titel voor deze avond wordt zo mooi de nadruk opgelegd dat ook dat afbakenen van de 17e eeuw als een 17e eeuw, dat een hedendaagse constructie is en niet. Ik weet het niet, Jenny. Nee. Kijk, en ook waarom je dan. Maarten Prak, Maarten Prak. Reconstructie. Nou ja, kijk, dus een van de interessante elementen aan dat verhaal over de 17e eeuw is dat het deels een constructie van de 18e eeuw is. Hè. Dus in de 18e eeuw kijken mensen terug op behoorlijk grote schaal naar iets wat ze voor hun gevoel kwijtgeraakt zijn. En wat dat dan precies is, dat blijft in heel veel van die geschriften onduidelijk. Eigenlijk veel daarvan zie je terug in dat heel vaak geciteerde en in mijn ogen licht misleidende opstel van Huizinga. Hè, waarin ze in de 17e eeuw slaat iedereen de hand aan de ploeg. En in de 18e eeuw lopen de regenten achter hun tuinbaas aan in knippen coupons. Nou, die kritiek die kan je in het midden van de 18e eeuw gewoon zo ophalen uit de bronnen. He, dat is al dan een soort topos waar mensen over nadenken. En waar ze ook over nadenken is, hoe krijgen we dat in vredesnaam terug?
Dus bijvoorbeeld in de Patriottentijd draait heel veel van de discussie over precies dit. He, dus hoe kan Nederlands, een beroemd stuk, van buiten geducht en van binnen gelukkig worden? Nou, en dan is er een heel recept over de 17e eeuw. Hoe hadden ze de boel politiek ingericht? Die stadhouder moet weer terug in zijn hok. De regenten moeten naar de burgers luisteren. Het is een heel verhaal over hoe dat moet. En dus wat je zag, wat Judith beschrijft, is de zoveelste ronde in die cyclus van nostalgie over de Gouden Eeuw. Toch? Ja. Nou ja, ik vraag het maar. Naar dat is dus eigenlijk dat continuum in feite. Maar nostalgie, maar sterk ook gepolitieke. Ja. Mensen zijn natuurlijk alles maar bezig om terug te kijken, ook om te zoeken naar modellen. En je ziet dat ook eigenlijk sinds de jaren 90 onze, die Gouden Eeuw alweer een paar keer van gedaante is verwisseld. Want die is natuurlijk van een soort ideaal voor een globaliserende wereld ondertussen in rechtsnationalistisch vaarwater terechtgekomen. Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt het eigenlijk dat eigenlijk alle politici toch mee die dwepen, om maar even zo te zeggen, met de Gouden Eeuw. Ik zeg, Thierry Baudet doet dat nu ook met Forum voor Democratie. Hoe komt het dat het toch wel altijd, laten we zeggen, in de rechtsconservatieve hoek te vinden is? En niet vaak per se in de linkse hoek, om maar even zo te zeggen. Met trots en identiteit. Ja, omdat het een nationalistisch verhaal is natuurlijk. Hè? Dus althans, het leent zich daar heel goed voor. En dat is, nou ja, en dan kom ik weer helemaal terug naar het begin. He, dus je kan zeggen, laten we het opgeven, maar daarmee staak je ook de strijd om de term. He, dan geef je het weg aan mensen zoals Baudet. En dat is precies de reden waarom ik denk, nou, dat moeten we niet doen. Laten we die term handhaven, maar opnieuw van een inhoud voorzien. En nou ja, goed, daarover verschillen de collega's dus van mening. Nou, daar gaat het hier ook een klein beetje om. En dat is ook goed, he, dat houdt het spannend. Maar daarom vervul ik dan de rol van de advocaat van de duivel om dan te zeggen, ja, wacht nou eens even, nemen we niet te snel afscheid, et cetera. Ja. We moeten er zeker over doorpraten, zeker. Denk ik. Maar ik heb niks aan Thierry Baudet gegeven. Nee. We gaan een beetje richting het einde van het doorpraten hier formeel voor het programma. Maar er is nog wel een vraag uit de zaal. Ik vroeg me naar aanleiding van in de Randstad en die Gouden Eeuw, de machthebbers daarvan, waren zij sterk verbonden aan het protestantisme? Omdat de generaliteitslanden als Brabant en Limburg, zij waren de katholieken, volkser, armer, naïver, bij wijze van spreken. En dus die strijd om die religie, hebben jullie dat ook meegenomen in het boek? En hoe dan? Hoofdstuk. Omdat dat vandaag de dag nog heel sterk doorspeelt. Ja, nou ja, maar een van de dingen die echt ook veranderd is in ons beeld van die periode, is het idee dat Nederland een protestantse natie was in de 17e eeuw. Er is veel meer oog gekomen voor de rol van al die andere religieuze groepen, ook de problemen die die groepen ondervonden. Dus het beeld dat het allemaal protestanten waren in de Randstad, dat de politieke machthebbers. Ja, maar je kon alleen maar een politiek ambt vervullen na 1618 als je gereformeerd was of de kerk wat lidmaat was of was toegedaan. Wat dat precies betekende wist niemand, maar het was wel zeker dat als je beleidend katholiek of doopsgezinden wilden zelf geen politieke macht, maar joods al helemaal niet, dat je er gewoon niet aan te pas kwam. Maar dat had je natuurlijk wel gemeen met het overgrote deel van de rest van de bevolking. Ja, en dan moeten natuurlijk toch ook wel, laten we zeggen, want Amsterdam was nog altijd een katholieke stad eigenlijk, bij uitstek. Ook zelfs in de 80-jarige oorlog was Amsterdam een van de laatste katholieke bolwerken. Waren er niet heel veel, laten we zeggen, ex-katholieken die ineens protestant zijn geworden om maar aan die knoppen te blijven draaien? Ja, nou, dat is een beetje een ingewikkelde verhaal. Maar dat heeft wat langer geduurd. Dus tot 1618 is er nog wel eens af en toe een katholiek toch stadsbestuurder. Maar in Amsterdam zijn ze er wel allemaal uitgegooid, want daar hadden ze zich te lang verzet tegen de opstand. In het hoofdstuk van Angela van Helen staat ook een heel uitgebreide beschrijving van de verschillende religieuze minderheden en grotere minderheden in de Republiek. Dus dat geeft ook nog wat nuance aan het beeld van Amsterdam als katholiek of protestant. Ja, maar natuurlijk heeft die uitzonderingspositie daar ook mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld met het feit dat Frederik Hendrik dat de
Prins van Oranje heel veel bezit hadden in Brabant. En dat als je Brabant een provincie zou maken, dan gaf je eigenlijk de facto ook de Prins van Oranje een politieke rol. Want in die vertegenwoordigingen van die provincies zaten ook altijd hoge edelen. Dus het is ook niet alleen maar een religie-dingetje. Dat maakt het weer ingewikkelder. Goed. Ik denk dat dit een mooi moment is. Een natuurlijk einde ook voor het gesprek met het panel. Ongelooflijk interessant. We zijn duidelijk nog niet uitgesproken. Maar dat kan misschien ook een vervolgbijeenkomst. Een heel groot applaus voor Maarten Prak. Judith Polman. En Judith Noorman. En Judith, mag ik jou verzoeken om ook hier op het podium te blijven? En om Geert Jansen dan ook nog weer terug uit te nodigen op het podium. Want, en misschien wil Helmer daar ook bij zijn. De volledige redactie voor de uitreiking van het eerste exemplaar. Het is de gewoonte om publicaties zoals die de 17e eeuw heet symbolisch uit te reiken aan een prominente wetenschapper. Maar ons boek is, zoals Geert al eerder zei, geïnspireerd door onze studenten. Hun kritische vragen, hun open blik en ook de bereidheid om lang bestaande ideeën en begrippen waar we gewend aan zijn geraakt, om die los te laten, die hebben ons geïnspireerd. Niet alleen om in eerste instantie dat boek te gaan schrijven, maar ook om het dusdanig te herzien, zodat je eigenlijk nog weer een stapje verder gaat. En daarom hebben Helmer, Geert en ik ervoor gekozen om het resultaat van onze inspanningen op te dragen aan al onze studenten bij de UvA en om het boek aan hen uit te reiken. Maar een boek uitreiken aan alle studenten, dat is ingewikkeld. Dus hebben wij gekeken naar een van de vakken hier bij de UvA, namelijk The Dutch Golden Age, waarin we alle onderwerpen die vandaag bediscussieerd zijn ook besproken worden samen met de studenten. We hebben gekeken welke studenten hebben nou het best gepresteerd, welke studenten hebben het hoogste cijfer voor het tentamen gehaald. En dat waren Anna Noorderloos, Peter Boekel en Bob Reus. Anna kon er vandaag niet bij zijn. Die heeft een hele goede reden, want die zit op dit moment tentamen te maken. Dus oké. Goede reden. En Peter wil straks nog een paar woorden zeggen. En ik zou eigenlijk, voordat ik het boek daadwerkelijk overhandig, samen met Geert en met Helmer, aan Bob en aan Peter, wil ik nog één ding zeggen. Ik hoop oprecht eigenlijk dat jullie het niks vinden. Dat jullie zeggen, weet je wat? Nee, sorry hoor. Dit gaan we toch echt over 5, 10, 15 jaar helemaal anders doen. En ik verheug me nu al op een dergelijke inspanning van de volgende generatie. Peter en Bob, willen jullie naar voren komen? Zeg. Nou, goedenavond allemaal. Allereerst ontzettend bedankt voor deze prachtige uitgave. Mij werd gevraagd om het perspectief van de student over de 17e eeuw, maar in het bijzonder dit boek toe te lichten. En daarom neem ik u even kort mee in hoe ik hiernaar kijk. Zoals u wellicht weet was de 17e eeuw in de Republiek een zeer dynamische periode. Een periode van sociaal-culturele, economische en demografische bloei. Steden die massaal oprukten. Duitse en Scandinavische migranten die bij de VOC in dienst traden. Meesterschilders zoals Rembrandt en Vermeer, waarvan sommige schilderijen zelfs bij de bakker om de hoek hingen. Tegelijkertijd is het ook een periode van chaos en het lijden van verschillende bevolkingsgroepen. Zelf studeer ik maritieme geschiedenis, een discipline die je op zichzelf alweer kan onderverdelen in subdisciplines en vanuit meerdere invalshoeken kan bekijken. Het draait de laatste paar decennia niet alleen meer om de klassieke zeeslagen of de handelscompagnieën, maar tegenwoordig richten we ons ook bijvoorbeeld op de sociaal-culturele kant. Hetzelfde geldt voor dit overzichtswerk over de 17e eeuw, waar naar mijn idee verschillende vakgebieden zich soms meer hebben gericht op de kunst of juist meer op de handel,
introduceert dit boek ons deze onderzoeksgebieden en nog veel meer. En waar sommige overzichtswerken door één wetenschapper zijn geschreven, bundelen maar liefst 19 verschillende auteurs hun expertise, zowel internationale als Nederlandse academici. Wat mij betreft is deze interdisciplinaire aanpak de kracht van dit boek. En dat maakt het niet alleen geschikt voor de academici onder ons in deze zaal, of mijn medestudenten met een passie voor Nederlandse geschiedenis, maar ook toegankelijk voor de geïnteresseerde lezer thuis, die een compleet andere expertise heeft. Wanneer je zo naar kijkt, zie ik een overeenkomst met de 17e eeuw. De behandelde thema's raken alle lagen van de samenleving, zowel het Nederlandse als het internationale publiek. En iedereen is op de een of andere manier wel verbonden met elkaar. Deze verbondenheid en de maatschappelijke snijvlakken beginnen al bij de kaf die een plooikraag van een linnen batist afbeeldt. Want het is niet alleen de elite die hiermee geassocieerd kan worden, maar ook de textielarbeider of de vrouw die verantwoordelijk was voor het wassen van deze kleding. En daarmee is wat mij betreft de cirkel rond. Dank u wel. Dankjewel voor het prachtige betoog. We hebben heel veel vertrouwen in de volgende generatie historici. En we zijn hiermee ook eigenlijk aan het einde gekomen van dit programma. We hebben duidelijk gemaakt, denk ik, dat dit boek absoluut de moeite waard is om te lezen. We kunnen het ook iedereen aanraden. Hier in Spui 25 is de 17e eeuw te koop door onze vrienden van Atheneum Boekhandel. Maar we raden u thuis ook vooral aan om bij de lokale boekhandel het boek te bestellen en dan ook echt te lezen. En heel veel leefplezier alvast daarmee. We danken al onze sprekers voor hun bijdrage en natuurlijk ook de organisatie en de auteurs en redacteuren van het boek. En we zien u heel graag weer terug bij een volgende editie van Spui 25. Dank u wel en nog een hele fijne avond.